Weet je dat er in Nederland 750 festivals zijn? Ja, vandaag ook, dit weekend is ook weer volop. Een vorm van hele gevaarlijke krankzinnigheid, naar mijn idee. Ja. Dat je daarheen wil en dan het lawaai en die viezigheid. En ja. Nou ja, wc's, het is toch verschrikkelijk dat je... Oh, er was nog een vraag over binnengekomen. 750 festivals. Ja, even kijken. Dat betekent 2 festivals per dag ongeveer. Ja, Nederland Festivalland, hè? Als er iets te vieren is. Dat, heet dat zo, Nederland nou ja, Festivalland. We staan vooraan als er wat te vieren valt, natuurlijk. Ah, ja, we zijn nog gekker dan ik dacht eigenlijk. Weet je nog toen de Oranjevrouwen een paar jaar geleden kampioen werden? Toen stond hier in het Wilhelminapark toch ook alles op zijn kop? Ja, ja, precies. Daar hebben we allemaal last van gehad. We hebben hier trouwens ook wel last van festivals. Want ze mogen tot, geloof tot 12:30 mogen ze dreunende muziek maken. Ja. Hier, daar gaat een vraag over van Jonathan Koelewijn. Was Maarten betrokken bij het bezwaar dat omwonenden van het Wilhelminapark indienden tegen het houden van een festival in het Wilhelminapark? Nou, dat weet ik niet. Nee, volgens mij heb ik daar niet geen handtekening voor gezet. Maar ik was wel bereid geweest om dat te doen. En dat hangt samen met een iets groter en structureel probleem. Niet een specifiek festival. Maar het feit dat de gemeente besloten heeft, de gemeente Utrecht, om het Wilhelminapark tot festivallocatie te benoemen. En waardoor het meerdere festivals zou kunnen verwerken in de loop van het jaar. Het Wilhelminapark is niet bijzonder groot. Het is oud, het is kwetsbaar. Het wordt al eigenlijk vrij matig schoongehouden, naar mijn idee, zeker in de zomer. Nee, dat Wilhelminapark is een monument. En je mag daar voor mij best 1 keer per jaar tentjes zetten op die grote wei daar. Maar met mate. Waarom bijvoorbeeld het Donker Bierfestival gedurende 3 dagen in het Wilhelminapark staat, dat is mij een raadsel. Ik zwijg nog van de singelloop en allerlei andere totaal overbodige activiteiten. En breek me de bek dus niet open over die verrekte Vuelta. Maar want dat festival gaat uiteindelijk niet door, hè? Want het is echt een festival. Prima, ik juich elk festival wat niet doorgaat, dat juich ik van harte toe. Okay. Sterker nog, wat mij betreft, voor elk festival wat niet doorgaat, een herdenkingspostzegel. Oké. Okay. Ik weet dus niet waarom de reden is dat dat festival niet doorgaat. Dat heb ik niet gelezen. Dat kunnen luisteraars misschien ons even laten weten. Ik heb mijn handtekening niet gezet, dat weet ik wel zeker. Als ik gevraagd was, waarschijnlijk wel. Maar ik heb hem niet gezet. Oké, overigens was er ook nog iemand over die Vuelta gesproken. Die zegt, we hebben natuurlijk de Amstel Gold Race. Ja. En een Amstel Gold Race die wordt hier natuurlijk in het zuiden verreden. Het zou ook gek zijn als die bijvoorbeeld in Zuid-Spanje zou starten. Nou, lijkt me een prima idee. Want de Amstel Gold Race is toch ook een race met 1 berg? Is dat niet zo? Ja, een Valkenburg inderdaad. Nou, als ze dat nou op Gibraltar doen. Ja. Heb je ook maar 1 berg, toch? Ja. Ik heb hier even opgezocht. Het Moutbierfestival, dat van 9 tot en met 11 september in het Wilhelminapark in Utrecht gepland stond, mag niet doorgaan van de rechter. De rechtbank heeft de door de gemeente verleende vergunning geschorst naar bezwaar van de stichting Wilhelminapark. Het is wel goed dat we onafhankelijke rechters hebben. Ja. Kennelijk zit daar toch nog een soort van hart van verstand, als het ware. Ja. Ik vond dat zo volkomen achterlijk, dat je het Moutbierfestival, dat is er ook wel een treurigheid. Die waar je niet van terug hebt. Flikker op met je moutbier. Hier staat ook de voorzieningenrechter oordeelt dat het Wilhelminapark een rijksmonument is dat ook wettelijk beschermd moet worden. Volkomen juist. Ik bedoel, ik heb het net gezegd, het is maar uit het hart gegrepen. Ja, uit onderzoek blijkt dat het niet goed gaat met de bodem van het park. Die raakt steeds verder verdicht, wat slecht is voor bomen, planten en zo andere. Is het maar net. Ja, oké. Okay. Nou, afwatering is ook matig, zeker aan het zuidelijke stuk van het park. Wat ik al zei, het onderhoud kan beter. Dus ik staat er niet bij hoe die rechter heet. Dat zetten ze natuurlijk niet bij. De rechter wordt nooit bij naam benoemd, toch? Maar... Ach, wat jammer. Die verdient een medaille. Die verdient ook een postzegel. Ja. Verder ontbreekt het volgens de rechter aan een samenhangend beeld van het totaal aan opeenvolgende evenementen dan in het park. Fantastisch. Wat een super rechter. Rechter, ik weet niet hoe u heet. Vrouwelijk of mannelijk. U zult ook wel weer van D66 zijn. Dat is ook zoiets van recht Nederland. Dat al die rechters van D66 zijn. Ja, het aantal rechters van Forum voor Democratie zal niet zo verschrikkelijk groot zijn. En naar ik hoop ook niet worden. Maar deze rechter verdient echt een pluim. Ik bedoel, deze hele argumentatie staat als een huis en is volledig in overeenstemming met de werkelijkheid. Dat heeft niets te maken met luxe klachten en dat soort van gezeik. Hoe was het trouwens op Texel met de drukte? Heb je daar nog iets van meegekregen? Nou, hartstikke weinig. Ik kon niet lopen.
Oh nee, je hebt natuurlijk helemaal vastgezeten. Ja, ik heb 2 weken op mijn reet gezeten. Het was 's middags om 2 uur op het terras, ook bij het huisje, zo verrekte warm dat je wel naar binnen moest. Ik heb totaal, denk ik, 100 meter moeizaam gelopen. Want er staat een stukje eigen weg, dat heb ik dan steeds een klein stukje meer gelopen. Maar kijk, je gaat toch in principe, mijn hoofddoel op Texel is altijd geweest wandelen. En nu, ja, mijn zoon was nou zo vriendelijk om mij naar een start van de wandeling, een van mijn wandelingen te rijden. En toen heb ik een heel klein eindje omhoog gelopen bij de Hoge Berg. Tijdje van het uitzicht genoten, ben ik weer naar beneden gesukkeld. Maar het gaat nu met mijn enkelbanden wel iets beter. Laat ik het zo zeggen, ja, vakantie. Texel, dat is nog net acceptabel. Hè? Dus ik hoef helemaal niet naar bijvoorbeeld Nepal of een andere fantastische, heerlijke landschappen en zo die onze lieve Heer gecreëerd heeft. Nee, eigenlijk is Texel in allerlei opzichten home from home voor mij. Maar, of moet je zeggen, mijn zweite Heimat. Je kunt het zweiten. Ik kan het steeds erger en erger maken. Maar ik ben altijd zo dolblij als ik weer thuis ben. Zou dat dan een afwijking zijn? Dat je... Nee, ik denk dat veel mensen dat hebben. Ik ben zo'n ontzettende huismus. Dat ik echt dolblij ben. En dat je dan ook... Dat je dan naar boven loopt en in je stoel achter je bureau gaat zitten. En je kijkt naar die heerlijke chaos die ik daar gecreëerd heb. Je denkt van godzijdank. Ik zit weer achter mijn eigen bureau. Er is toch ergens een quote en daar staat van, je gaat op vakantie om weer thuis te komen. Nou, ik moet zeggen, ook waarschijnlijk van diezelfde rechter als van het Wilhelminapark. Neem ik aan. Het is een hele juiste uitspraak, maar ook niet al te lang met vakantie gaan. Kijk, dan zullen mensen zeggen, wat doet die vent dan 3 weken in Amerika? Dat is werk. Ja. Leuk werk, maar het is toch werk. Je hebt iets te doen, het heeft een ratio. Ja, veel mensen zeiden dat inderdaad. Toen het ook ging over Schiphol en over de kritiek op alle... Toen zeiden ze, ja, van Rossum, die gaat in het vliegtuig zitten en die vliegt heel Amerika en Canada. Werk. Ja, ze zeggen, ja, werk, is dat werk, ja. Weet ik veel. Je had ook die mensen die dan vroegen, kunt u een lezing houden over dit of dat? En nou, je kijkt de agent, ja, die dacht, dat wel zou wel kunnen, maar je moet de zakelijke details, dat moet u regelen met de Speakers Academy. En dan bellen ze de Speakers Academy en dan bellen ze je nog 1 keer diep verontwaardigd op en zeggen van, weet u wat dat kost zo'n lezing? Ik zeg, ja, dat is werk. Het is gewoon betaald werk. Doe het graag. Vindt hartstikke leuk om te doen. En als je me uitnodigt, ben ik bereid om 3 uur achter elkaar te praten. Dat is helemaal geen probleem. Dat willen ze ook niet natuurlijk. 20 minuten vinden ze meestal al ruim voldoende. Maar dan zeggen ze ook, ja, werk. Praten is toch geen werk? Ja. Praten doe je toch sowieso altijd. Stel voor dat ik voor praten werd betaald. Ja, maar dat is het grote verschil tussen u en mij. Ik praat zodanig dat veel mensen willen luisteren. En als u zou praten, dan wilde geen mens luisteren. Dat is een heel groot verschil. Nee, er stond een groot artikel in HP De Tijd hierover. Over de sprekerswereld inderdaad. Oh ja? Dat ieder bedrijf natuurlijk een inspirerende spreker wil om presentatie van jaarcijfers of een bijeenkomst om de strategie. Ja, je bent een soort versiersel. Ja. Je kunt een kerstboompje in het hebben en dan helemaal geen enkele bal erin hangen. Dat kan natuurlijk, maar dit zijn kerstboompjes waar een heleboel ballen in wordt gehangen. Soms veel te veel ballen, want... Klassieke fout van al dit soort van bijeenkomsten is te veel sprekers. Ja. Of zo'n forum met 7 mensen. Ja. Meneer Vossen, we hebben zo'n leuk forum. We hebben 7 mensen in het forum. Ik zeg, hoeveel tijd heeft u daar nou voor? Nou, we doen het 50 minuten. Ik zeg, nou, rekent u nou eens uit. Er is zeker ook een voorzitter. Ja, er is ook nog een voorzitter. En dat vraagt u van mij dus dat ik naar Wannep of heen kom om 4 minuten in uw forum het woord te kunnen voeren. Daar kom je dus niet. Ik zeg, absoluut niet. Nee, absoluut niet. Bij 3 sprekers denk ik al, dat is nergens goed voor. Er stond ook in dat stuk dat na corona inderdaad de spreektijd veel korter is geworden, omdat mensen minder aandacht hebben. De spreektijd is in relatief al kort. 20 minuten werd ook gezegd. Ja, inderdaad. 20 minuten, dat vinden ze al... Nee, je hoeft niet zo. Nee, het is maar... Ik zeg ja, voor dat geld. Ik bedoel, ik ben ook bereid om 3 keer zo lang te spreken voor hetzelfde geld. 4 keer. Met 20 minuten ben jij net begonnen. Ja, daar ben ik net lekker op gang gekomen. Je hebt de introducerende mededeling. Je hebt iets te zeggen van een gek zaaltje is het en zo. En moet u kijken, zo'n stervend palmpje. Nou, je hebt allerlei leuke dingetjes gedaan. Om een beetje de sfeer te proeven. Ja, en dan is het afgelopen. Ja.
Jan-Peter Balkenende werd ook in dat artikel genoemd als inderdaad iemand die stuntelig overkwam als premier, maar die nu geweldige spreker is. En wat ik leuk vond, dat geldt ook voor jou. De sprekers die dus collegeervaring hebben, die studenten hebben gedoseerd, die zijn goede sprekers. Erik Scherder werd genoemd, die dat heeft meegemaakt. Balkenende heeft ook aan de Erasmus les gegeven. Zeker. Ja, het is een geweldige leerschool natuurlijk. Ja. Ik heb ook altijd gezegd, als je studenten rustig kunt krijgen, dan kun je in principe overal spreken. Met uitzondering natuurlijk. Heb ik al mijn regels voor de spreker, die heb ik toch al een keer uit de doeken gedaan. Mannen die drinken niet op een boot. Vraag staan ze, zijn het mannen die staan en drinken, nooit naartoe gaan. Nooit naartoe. Mannen zijn hufters. Zeker als ze 3 pils hebben gedronken. Ja, echt. Vrouwen zijn heel anders, hè? Want als je dit overkomt en er zijn ook vrouwen bij, dan die staan altijd maar, luister nou toch eens even, Jaap. Nee, Jaap staat al te toeter over zijn zeilbootje en allerlei andere lulkoeken die mannen belangrijk vinden. Nee, dat is niet. Dus ja, ik heb dus al, ik heb het al een keer gezegd. Ja, maar mannen, mensen kunnen bij mij een intiep, triplo vervaardigd document aanvragen van waar je niet moet gaan spreken. Ja, mannen zijn wel jouw grootste fanbase, hè? Dat weet ik, ja. Maar niet als ze staan en wat gedronken hebben. Hoewel je ook altijd, als je in zo'n zaaltje spreekt, dan heb je natuurlijk van die zichtlijnen, zal ik maar zeggen. Heb je in landschappen, maar die heb je ook in zaaltjes. En dan ben je net lekker bezig en dan zie je dus in een van de zichtlijnen is iemand die is diep in slaap gevallen. Ja, dat is had je bij studenten ook vaak. En doe je daar dan iets mee? Ja, daar maak je wel werk van in principe. Of je spreekt ze na de hand aan. En dan zijn ze altijd vol van excuses. En ze hadden gisteren een partijtje. En ze hadden 7 weken niet geslapen. Nou ja, het bekende werk. Ja.